De motie van Denk omtrent het sluiten van Chinese heropvoedingskampen werd vandaag door een meerderheid van de Kamer aangenomen. Kunt u vertellen over de achtergrond van deze groep? Nou, de Oeigoeren, dat zijn een minderheid, moslimminderheid in het westen van China. Miljoenen Oeigoeren wonen in de provincie Xinjiang. We zien de laatste tijd dat er een systematische onderdrukking is van deze etnische en religieuze minderheid in China. Onderdrukking van Tibet, de verhalen van Tibet, die kennen we. Maar we zien dat in deze provincie dat de overheid heropvoedingskampen heeft neergezet waarin deze Oeigoeren vastzitten. We zien dat het religieuze en het culturele leven van deze groep Oeigoeren dat die worden beïnvloed door politiek vanuit de Chinese Communistische Partij. Mensen moeten een chip installeren op hun telefoon. Er komen ambtenaren over de vloer thuis. Er vinden gedwongen huwelijken plaats. Het uitoefenen van religieuze activiteiten, zoals bezoeken aan een moskee, zoals religieuze boeken, die zijn inmiddels al verboden. Dat vinden wij een hele zorgelijke ontwikkeling. En we zien dat ook mensenrechtenorganisaties hier een punt van maken, Amnesty International en dergelijke. En wij zijn van mening als fractie, als wij als gemeente banden hebben met China en we gaan op bezoek, dan vinden wij dat wij dit moeten aankaarten bij de autoriteiten als we op bezoek zijn in China. U vindt wel dat het bezoek plaats zou moeten vinden, dat we die banden die we hebben met die stad moeten behouden? Nou, waar het om gaat om economische ontwikkelingen, vinden natuurlijk de betrekkingen, dat is gewoon een feit. En wij als gemeente kunnen natuurlijk niet op internationaal vlak heel veel betekenen. Dat is natuurlijk iets van Den Haag. En we zien dat Den Haag hier ook regelmatig een punt van maakt. Zijne Majesteit de Koning heeft hier tijdens zijn bezoek aan staatsbezoek aan China hier een punt van gemaakt. Wij vinden dat als eerste stap een signaal, een politiek signaal, dat wij dit moeten doen. Wij hebben een rol als Nederland, als Nederlands gemeente Arnhem, hebben wij daar een rol in te vervullen. Voor de internationale richting, ook de internationale opinie. Ja. Natuurlijk goed om te doen, hè, maar u zegt dan, nou ja, er zijn vele al voorgegaan, waaronder de koning. Onze burgemeester kan natuurlijk ook nog een keer doen, maar stel nou dat er niks verandert. Of misschien is dat wel verslechterd, al is de situatie natuurlijk al vrij extreem. Dan nog steeds moeten we die banden wel blijven behouden, maar gewoon blijven benoemen? Nou, in eerste instantie is het belangrijk. Waar het om gaat is dat we die statement maken. Dat we laten blijken dat wij ook als Arnhem dit onacceptabel vinden. Dat is een eerste stap. En aan de hand van die stappen kunnen we natuurlijk kijken wat daarna belangrijk is om te doen. Ja. Heeft u een vraag over gesteld aan het college? Waar op hoofdlijnen wat u van het college wilde weten? Nou, leg in ieder geval in het verslag vast wat je hebt gedaan. Of het college punten hebben aangekaart richting de Chinese autoriteiten over de mensenrechten situatie van de Oeigoeren in China. Maar ook over de situatie van de Tibetanen in Tibet. Nu heeft u nog geen antwoord van het college. Mocht het college daar nog niet toe bereid zijn, wat betekent dat dan voor u? Nou, als wij de antwoorden binnenkrijgen, dan zullen wij de antwoorden ook zo behandelen en zo bekijken.